kijken. Vandaag heb ik voor jullie weer een graphic novel recensie en dit keer van het boek Emiko Superstar van Mariko Tamaki en Steve Rolston. Dit is niet zozeer een graphic novel die ik je aan zal raden wanneer je op zoek bent naar een heel lichthartig verhaal of een heel grappig verhaal. Het is een heel realistisch geschreven verhaal over een meisje wat niet zo lekker in haar vel zit. Haar ouders hebben bepaalde verwachtingen van haar en ze heeft het gevoel dat ze die verwachtingen niet kan ontmoeten. En om die reden heeft ze heel erg hard een uitlaatklep nodig die ze vindt wanneer ze op een dag, per ongeluk eigenlijk, een club ontdekt waar allerlei excentrieke mensen hun kunsten laten zien. En daar voelt ze zich onmiddellijk thuis. Het is alsof ze haar verborgen familie of een verloren familie heeft teruggevonden. En ja, dat is iets in dit boek wat mij toch wel het meest heeft geraakt, omdat het een heel herkenbare situatie is voor heel veel mensen. Iedereen die gaat wel door een hele awkward periode waarin ze het idee hebben van ik hoor er niet bij of ik ben anders dan al die anderen. En wanneer je dan mensen ontdekt met dezelfde interesses zoals jij, zoals mij dat overkwam toen ik begon met bloggen over boeken, dan heb je echt het gevoel van nou ben ik thuis, dit zijn mijn mensen. Dit is mijn wereld en ik ben gelukkig. Dat is wat ik ook voelde toen ik dit boek las. De illustraties zijn echt ontzettend mooi. Het heeft hele strakke lijnen, mooie zwart-wit kleuren. En de illustraties zelf die zijn heel erg volwassen en realistisch. Maar toch een beetje cartoonachtig wil ik zeggen. Het heeft een hele mooie sfeer. Het heeft iets grimmigs op een subtiele manier. Want het is niet de bedoeling van de auteur om een depressief of een deprimerend verhaal te vertellen. Dat kun je duidelijk zien. Terwijl je weet dat de hoofdpersoon toch een beetje in knoop ligt met zichzelf. En dat vond ik heel erg knap gedaan. Verder vond ik het heel mooi dat het romantisch aspect van een boek niet zo uitgebreid werd uitgemolken. Het is natuurlijk een vrij dunne graphic novel. Dus daar is ook niet zo heel veel ruimte voor in het verhaal. En ik vond het heel erg goed dat de schrijver en de tekenaar hebben besloten om de nadruk te leggen op de zelfontplooiing en zelfontdekking van Emiko als hoofdpersoon. Dat vond ik heel erg interessant. Het verhaal is niet geheel onvoorspelbaar. Het bevat een aantal delen waarvan je denkt, nou, dat had ik mijlenver aan zien komen. En dat is wel een beetje jammer, maar niet super storend. Wat ik ook een beetje mis, dat is de humor in het boek. Het bevat wel een heleboel kleurrijke personages. En ze doen af en toe een gooi naar een heel grappig verhaal. Maar dat slaagt niet heel erg en daarom heb ik het boek ook maar 3 sterren gegeven in plaats van 4 die ik ze dacht toen te kennen toen ik alleen maar de illustraties had gekeken, want die zijn natuurlijk beeldig mooi. Dat is mijn recensie van Emiko Superstar. Ik ben heel erg benieuwd of jullie het boek al kennen of jullie van plan zijn om te gaan lezen na het zien van deze recensie. Ik zie jullie graag weer in mijn volgende video. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Doei!